Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Robin Fotografie. Het leven van een hobbyfotograaf. Dit keer ben ik in Zutphen en de omgeving. En ga ik de omgeving een beetje verkennen. Ik ben hier eigenlijk zelf nog in één keer geweest. En wat ik nu eigenlijk doe is gewoon eventjes de omgeving verkennen. En mocht ik nou mooie plekjes tegenkomen, kom ik op het moment dat de zon hartstikke mooi ondergaat of opkomt, kom ik op dit soort plekjes weer terug. Maar in ieder geval, ik heb de spullen wel allemaal meegenomen. Mocht ik nou een leuk plekje zien, dan kan ik altijd eventjes foto's maken. Nou, dan zullen we eens even gaan kijken of we wat kunnen vinden. Nou, ik heb een plekje gevonden. Het is niet echt een plekje waar ik zou komen voor de zonsopkomst of zonsondergang. Maar ik liep hier toch, dus daar maak je in ieder geval een foto van. Mooi de brug van Zutphen erop. Stijgen in het water. En dat ga ik dan doen met een lange sluittijd van ongeveer 2 minuten. Zodat het water helemaal bevroren lijkt. Ik heb een Lee systeem geïnstalleerd. 10 stops filter erop. Polarisatiefilter. Ja, dat zal met de lange sluittijd niet zo heel veel uitmaken, alleen voor de kleuren in de lucht doet dat nou iets meer. En ik heb een 0.9 soft ND filter ervoor, zodat de lucht niet overbelicht raakt. Nou, we zullen eens gaan kijken wat het gaat doen als ik een sluitertijd van 2 minuten ga gebruiken. Nou, nog een paar seconden. 3, 2, 1 en dan schieten we hem af. 2 minuten sluitertijd. Kijken of alles scherp is. Nou, hartstikke mooie foto. Leuk met die stenen op de voorgrond. Stijger in het water. Nou, brug op de achtergrond. En het water alsof het net bevroren is. Nou, ben we weer inmiddels een stukje verder. Ben al bij een poort aangekomen waar heel mooi een landweggetje doorheen gaat. En daar wil ik ook even een plaatje van schieten. Ondanks ik geen zonsopkomst of zonsondergang heb, kan dat best wel mooi zijn. Nou, ik heb mijn instellingen al hier neergezet. Werk nu met een Lee softfilter 0.9, zodat de lucht niet overbelicht raakt. Polarisatiefilter voor de kleuren en contrast in mijn foto. Nou, voor de rest werk ik op een sluittijd van 1/40ste. Diafragma f.9 en ISO 100 en ga ik maar eens even een plaatje schieten. Ja, het is gewoon een leuk plaatje. Het is echt een Hollandse foto, vind ik zelf. Ik vind het nog vrij licht, dus ik doe mijn sluittijd nog heel even iets aanpassen. Dan werk ik weer met de afstandsbediening, zodat ik geen beweging in mijn foto krijg. Ja, ik vind het zelf gewoon een leuke plaat. Het is echt een Hollands plaatje. Dus gaan we eens even verder kijken of we nog wat anders tegenkomen. Nou, de zonsondergang die duurt nog wel even, maar daar kwam ik eigenlijk nou ook niet voor. Het was echt puur verkennen, het gebied verkennen, zodat ik de volgende keer misschien hele mooie foto's hier kan maken. Maar de zon die zit wel heel mooi achter de wolken en net boven het weiland. En ik heb net 1 foto gemaakt, dat is een HDR foto. Dat heb ik expres gedaan, want ik zit met de schaduw en zo en ik wil graag alles mooi belicht hebben. HDR foto van 3 foto's, eentje onderbelicht, eentje normaal en eentje overbelicht. En die voeg ik dan weer samen. Waar ik nu mee bezig ben is weer met de 10 stops filter. Ja, dat is toch mijn favoriete bezigheid met fotografie, 10 stops filter. Ieder heeft natuurlijk zijn eigen ding. En de bewolking is daar zo mooi voor, dat als ik die 10 stops filter gebruik met bewolking, dat de bewolking heel mooi, net zoals het water als het ware, bevroren is. Dus dan krijg je echt van die hele mooie strepen. Nou, en dat ben ik nu aan het doen. Dus nog heel eventjes wachten, 1 minuutje en dan druk ik hem af en dan laat ik die foto wel even zien.
Nou, ik loop inmiddels wel weer een beetje op de terugweg. En altijd als je weer terugloopt, dan denk je, hé, waarom heb ik dat net niet gezien? Nou, een mooi wandelpad richting de weg weer. Maar de bewolking is hartstikke mooi, dus ik ga hier nog even één foto maken. Wel weer een HDR-foto, want de ondergrond is best wel donker. En ik wil alles graag goed belicht hebben. Ik heb wel mijn andere lens erop gedaan. Ik heb mijn zoomlens erop gedaan, 50mm keer 300. Omdat ik niet alles om mij heen erop wil hebben, maar het gaat me eigenlijk heel veel om het pad, de diepte in de foto. Nou, ik ga een HDR maken, 3 foto's. En dan ga ik even kijken hoe die geworden is. Ja, de bewolking is hartstikke mooi, de zon zit er heel mooi achter, waardoor je een hele mooie lucht krijgt. Die 3 foto's moet ik dan nog even in elkaar zetten en die laat ik jullie nu even zien. Nou, dat was het weer voor vanavond. Ik ben weer een stukje bekender geworden in de omgeving Zutphen. Voor de zonsopkomst of zonsondergang voor de volgende keer. Het is altijd wel leuk om eventjes een beetje de buurt te bekennen. En dan de volgende keer een keer mooi weer is, dan weet je precies waar je heen moet. Vond je dit nou een leuke vlog? Ik doe even een linkje hieronder. En dan houd me in de gaten. Ik doe ook heel veel natuurfilmpjes. En wie weet zien we elkaar de volgende keer wel weer. Nou, tot de volgende keer.